We zijn op een punt gekomen dat berichten liken en foto's delen alleen onvoldoende is. We moeten een signaal geven, we moeten op straat komen, we moeten actie voeren. We moeten er ook voor zorgen dat onze tegenstanders niet kunnen zeggen dat wij de coronamaatregelen niet respecteren. Daarom gaan we iets uniek doen, iets ongezien. We gaan met zoveel mogelijk voertuigen tegelijkertijd naar Brussel rijden. Want het gaat over veel meer dan een regering vormen. Ze spelen met de toekomst van ons Vlaanderen, met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het zo belangrijk dat we op 27 september massaal naar Brussel trekken. En het gaat over meer dan een actie van het Vlaams Belang. Het is een actie van alle Vlamingen die deze regering niet aanvaarden, ongeacht hun politieke achtergrond. We moeten schouder aan schouder een verenigd Vlaams front vormen. Want enkel zo zal die politieke elite eindelijk luisteren naar de gewone Vlaming. En als dat betekent dat op 27 september Brussel plat ligt, dan is het maar zo. Want een regering zonder Vlaamse meerderheid zal nooit mijn regering zijn.